Nou, welkom bij Dynamite Medic Shop product update nummer 128. Oftewel, juni 2021. De tijd vliegt, hè? De tijd vliegt. We zijn er klaar voor. Mensen, vanaf zaterdag worden de regels ook wat soepeler. Betekent geen mondmasker meer op in de winkel. We houden nog wel eventjes de schermen aan. Dus gewoon beter de afstand houden ook nog een beetje aan, 1,5 meter. Maar mondmaskers in de winkel niet meer toegestaan. Als je weet je opdeel, mag het wel over. Niet meer nodig. Foute woordkeuze. Ja. Dus, nou, dat is in ieder geval. Ja, en dat betekent ook goed nieuws voor alle goochelaars. Want we merken gewoon dat veel goochelaars zeggen, we krijgen weer opdrachten. Ik zelf ook toevallig, maar anderen ook zeggen, we hebben weer opdrachten. Ik heb optredens geboekt, dus het gaat de goede kant op. Want als jullie het druk hebben, dan krijgen wij het ook drukker. Zo simpel is het. Nou, dan gaan we maar beginnen meteen. Hè? Actie. Actie. Ja. En ik heb hier een spelkaart, dan zou je een kaart aan willen wijzen die je zou willen hebben. Zonder te kijken. Oh, dat is ja, boven. Magna, pak maar even. Laat even aan iedereen zien. Was niet de bedoeling, maar ja. Leg ik hem hier maar even op als je wil. Oké. Nu komt het. Drink je wel eens koffie? Ik drink heel vaak koffie. Heb je gezien toevallig een suikerzakje voor mij? Hier bij de hand? Ja. Dan moet ik even hier in de suikerpot grabbelen. Die staat hier op grond, hebben we daar neergezet en is anders in de weg. Zoiets? Kijk. Ik heb hier een suikerzakje. En het tof, als ik het suikerzakje namelijk hier op het spel hou en ik gooi hem erop, dan zie je dat het suikerzakje eigenlijk door het spel heen smelt. En als we nou door de kaarten heen gaan, ik zie niet of je kunt zien, dan zit hier namelijk een suikerzakje. Ja. En als het goed is, heeft jouw kaart gevonden de ruit 9. Ja, dat klopt. Ik zeg er even bij, ik weet niet hoe het eruit ziet. Dit is de eerste keer dat ik hem eigenlijk. Ja, maar. doe ook. Oké. Het is wel fijn om erbij te zeggen. Mooi. Maar nou komt het erin, hè? We gaan het nog een keer proberen, hè? Kun je gewoon vragen om stop te zeggen waar je zelf wil? Stop waar ik zelf wil. Hier, kun je die kamer onthouden? Ja, laat dan even die kamer zien. En ze thuis? Ja, ik heb hem onthouden. Oké. Okay. Die gaan we nog een keer proberen, hè? Is dat toevallig bij? Daarop, hè? Dan gaat hij, hè? 3, 2, 1. Oh, wacht even. 3, 2, 1. Als die beer moet verdwijnen, dan lukt er iets niet. Ja. Ik weet niet hoe dat kan eigenlijk. Weet je wat, zou je de zakjes willen openmaken? Hoe openmaken? Opscheuren? Opscheuren. Echt? Ja. Zit er iets in toch? Ja, suiker. Maar waar ga ik dat laten? Daar hadden we even niet aan gedacht natuurlijk. Ik pak even een plastic zakje ondergrond. Er zit suiker in. Oh, wacht even. Als dit de kaart is, hè, dan... Wat? Dit is... Nou ja. Sugar. Sugar. Van Magic Dream. Florian zijn vet, ja. Ik heb de video bekeken. Ik had alleen nog geen tijd om te oefenen. En René zei, we hebben vandaag een update, dus ik dacht, ik ga hem heel snel in elkaar zetten. En dus eigenlijk de eerste echte vertoning, omdat we zoveel goochelspullen binnenkrijgen. Heel slecht voorbeeld, dat is onze eigen schuld. Dus dit is Sugar van Magic Dream, kost €39,95. De gimmick hebben we een rood en een blauw, de gimmick is echt heel mooi gemaakt. Ja, die is kant-en-klaar. Die is kant-en-klaar, ja. Alleen er zitten zakjes bij die je zelf moet prepareren met... De kaart die je wilde erin laten verschijnen. Ja, of een ring, zou zelfs ook kunnen. Dus maar dan moet je zou kunnen, ja. Ja, muntjes. Dus er zitten er meerdere routines bij, maar dit is echt de routine die... Standaard routine. Ja. En je kunt dus ook van een kaart naar een suikerzakje naar een kaart, wat je op de trailer ziet. Maar ik vind het wel leuk als je het echt in een routine doet, dus dan krijg je dit. De gimmick is ook echt goed gemaakt, er zit geen elastiek in, zou ik maar wel even zeggen. Het is echt voor mijn idee, een nieuwe generatie gimmick. Ja. Dus die gaat niet zomaar kapot. Ja. Niet dat je een reserve draad krijgt dat je moet vervangen. Nee, dus het werkt zonder draden, zonder elastieken. Dus dat is een pluspunt. Het is echt degelijk gemaakt. Het is ik mag niet te veel vertellen eigenlijk, maar nee, ja, het is goed. Het blijft altijd degelijk, soepel gaan. Heel degelijk, heel degelijk. Exclusief voor Nederland en België. Bij Dynamite Magic Shop. Ja, er zitten 20 refills bij. Dus je kunt het 20 keer doen en ik neem aan dat wij nog refills krijgen. Ik neem aan, ik heb dat niet gevraagd, maar niet zo ongetwijfeld. Want die hebben ze, brengen er maar altijd refills van alles uit. Dus, ja. Maar het is nog zo nieuw dat we daar niet mee bezig zijn geweest. Ja, top. Sugar. Sugar. Als kind zijnde,
speelden we heel veel buiten, hè? Ook wel eens Coyboy. Weet je niks met Coyboy, weet je wel? En we waren een paar in de jaren, dan waren we met Coyboy. Mag het niet meer tegenwoordig? Nee, tegenwoordig niet, tegenwoordig niet. Daarom doe ik het ook anders. Maar ik maakte vroeger altijd met mijn vingers zo een, weet je wel, zo een pistooltje. Jij niet? Een pistooltje? Ja, oké, okay, dat is een ander verhaal. Oké, maar we moeten even kijken. Ik vind het altijd leuk, maar waar kunnen we op zien? Oh, daar zie ik hier een doel staan. Zie je dat ketchupfles? Zie je de ketchupfles? Kun je die zien daar? Kun je die zien? Kun je die zien? Ik zal nu, ik kijk op een klein schermpje. Ik heb als ik ga opgericht zo met mijn vinger, dan doe ik dit zo. Zie ik een ketchupfles omschieten. Ik heb een idee, die ketchupfles is... Ik ga even een verloop ook. Ik moet de mensen het zien in ieder geval. Gewoon een ketchupflesje, ja, het is wel ook een truc, maar dat heeft niks met deze ding te maken. Gewoon een ketchupfles die je dus kunt laten omschieten. Het ligt niet in een ketchupfles, want je kunt allerlei voorwerpen laten bewegen, omvallen, schuiven, op afstand en volledig onder jouw controle. En het toffe is, mensen kunnen dan bijvoorbeeld, stel dat ook een, had ook een blikje kunnen zijn wat plotseling omvliegt, alsof het een of andere spook het een klap geeft. Mensen kunnen erheen lopen, het blikje pakken en er is niks aan te ontdekken. Dit is toevallig met deze ketchupfles. Als het goed is, is het deze dan. Ik moest even nadenken. Ik had het geprepareerd. We verkopen deze al jaren. Maar hij is nu bij onze leverancier, zag ik hem eigenlijk min of meer opnieuw gepost worden. Dus wij hebben hem ook even opnieuw erbij gepakt. Psypower. Verkopen al jaren, maar echt een gaaf ding. En deze haal ik nu net nieuw uit de verpakking ook. Werkt meteen. Ja. Ik bedoel, het is elektronica. Ik hoef je niks op te laden. Het werkt maar instant. Je kunt niet alleen dingen om laten vallen. Je zou ook echt dingen kunnen laten verschuiven ook. Ja, ja, zeg verplaatsen. Ja. Of ik vind het wel leuk als je bij een McDonald's zit, dat er een keer een beker omvalt in de verte. Ja, je kan ook zeggen, weet je wel, ik wil de mayonaise hebben, oh, hoeft niet, wacht maar. Vroep, komt de mayonaise aan, denk je, weet je. En in principe is het, stel voor ik zou het hier aan tafel doen, en hier valt iets om, dan is de omgeving ook clean in principe. Ja. Dus mensen kunnen ook kijken. Ja, er is niks met ontdekken. Maar er is niks met ontdekken. Dit, er is niks te vinden. En Psypower, het leuke, we hebben een hele strakke prijs uit Psypower, €99. Goeie prijs voor Psypower. Compleet met alles wat je nodig hebt. Ook met het reserve iets. Ik leg even iets neer in mijn doosje, die ik niet kwijtraak. Gaaf gemaakt. Ja. Aanrader, Psypower. Is meer een dingetje voor Paler. Voor alles eigenlijk. Ja, close-up. Ik zou hem niet te dichtbij doen. Ja, als je seances doet, of bizarre magie, of goocheltrucs met enge verhalen vertelt. Waar 's nachts allemaal vreemde dingen gebeuren. En achter je vallen dingen om, vliegen dingen weg. Nou, dat werkt. Dat werkt. Ik heb nog iets hier meegenomen. Dat is mijn vriendje Billy. Billy wilde ik ook even in de uitzending. Wil je wat eten, jongen? Dat mag wel. Hè? Goed. Oh, oh. Billy die moest laatst naar de dierenarts. Kijk, nu is hij weer fit, maar hij was laatst niet zo helemaal lekker. Ja, ik heb het over jou. Ja, over jou heb ik het. Okay. En toen hadden ze daar een nieuwe röntgenapparaat. Ik zeg, mag ik die even meenemen? Dat vind ik wel leuk om te laten zien. Want als ik daar zag, dacht ik, hè? Heb ik nooit gezien. ik maak het even open zo. Billy past er namelijk precies zo in. Ja, wacht, zo staat man. Ja, als je bij de staart kan, dan... Je schat op de duwen. Ja. Ja, dan past hij er ook in. Past er net niet helemaal in. Ze staart er zo, moet eruit blijven, want zo werkt het niet. Zo. En toen zei de dierenarts, ik moet even een röntgenfoto maken. Oké, okay, dat is niet te duur, dat is prima. En hij maakte die foto, maar heel gek. Wat bleek? Ik zie het, ja. Hoe? Ja. Huh? Hij is gewoon compleet weg. Ik kan het zelfs ook zo laten zien, sorry. Compleet. Hij heeft gewoon geen middenrif. Dat is het probleem. Nee, je moet er een verhaal bij maken natuurlijk. Optioneel, zeg ik er even bij. Normaal doe je niet tijdens de truc. Je krijgt ook deze veer. Die veer kun je ook inzetten. Wat doe je van tevoren dan? Dan zie je dit. Dat doet een beetje denken aan de Tenyo. Ja, met die pen. Invisible Zone. Weet je, dan zie je een veer. Dat is ook wel speciaal. Dan lijkt het ook wel speciaal. Die kun je er ook in hebben. Wij hebben hem eruit gelaten, maar je kan hem er ook in laten. Ik zou het niet wisselen tijdens de voorstelling. Maar even voor het idee. Nou, we zetten hem even terug, want dat is voor deze man ook wel fijner. Ja, dat komt goed. Staat het erin? Ja. Yep. Kijk, daar is hij weer. Helemaal in orde. Billy, alles goed Billy? Ja, Billy is helemaal nodig. Kijk, mooi. Dit is de X-Ray Raccoon. En het toffe is, je krijgt niet alleen het kastje, maar je krijgt ook Billy, ja, niet Billy, Billy's broertjes krijg je erbij. En de hele set kost een compleet €199. Zo'n beestje kost normaal al snel €50. Dus je krijgt hem helemaal, je mag nu even daar bij het hok in het hok. Goed? Oké. Okay. Krijg je zo meteen, mag je weer vrij. Oké, okay. Blijf.
X-Ray Raccoon. Compleet met instructies, alles wat je nodig hebt, helemaal compleet. 199 euro. Nou heb ik hier nog wat moois liggen, nee, want ik zie het hier de hele tijd al liggen. Dit is een mooi setje. Ja, dit is. En ik zal je wat zeggen, ik heb normaal nooit iets gehad met zakmesjes. Nooit gedaan zelfs, bedoel je? Nooit gedaan. Ik ook niet, nee, eigenlijk nooit. Ik dacht ook, hoe moet je het gebruiken? En toen zag ik deze routine van David Regan. En ja, dat is gewoon een mooie routine. Ja, dat is ook zo. En een mooi gewicht ook, mooie grootte. Ja, dit zijn echt mesjes die zijn, kijk, er zijn wel meerdere mesjes op de markt. En veel mesjes zijn mesjes die bestaan, die zijn aangepast, hebben ze de kleur afgehaald en die opgemaakt, noem maar op. Deze mesjes zijn er is een jaar over gedaan om die te maken. En die zijn echt gewoon door een professionele zakmessenfabrikant, een mesfabrikant, gemaakt op aanraden van David Regal. Dus die zei, ik wil mesjes hebben, die moeten zo en zo worden. En dan hebben ze alles, tot het mes zelf, zeg maar, het lemmet, de handgrepen, de decoratie, alles erop is gemaakt voor deze druk om het zo goed mogelijk te laten werken. En het mooie hiervan is, je kunt zelf, normaal heb je een zwart mesje trouwens. Ja. Maar in principe is het idee dat je de mesjes kunt laten verkleuren. Ja. En uiteindelijk veranderen naar een Zwitserse zakmes. Maar dit vind ik gewoon zo mooi gemaakt. Ook dit. Ja, maar dat is het sterke van deze. Dat maakt het zo mooi. Dat is het sterke van deze inderdaad. Kijk, je moet even. Ik zou even aanraden om de video te kijken. Want er is een heel verhaal bij deze routine. Dit hoef je niet zo te gebruiken. Wat deze routine juist bijzonder en sterk maakt. En inderdaad, kijk, normaal verkleuren de mesjes, maar blijf je inderdaad dit zien aan die nageltjes. Ja, en dit op het einde wordt het een compleet ander soort mes. Alle dingen die hierop zitten zijn weg. En dat is gaaf. Ja. En we zijn heel blij, want David Regal heeft 2 maanden geleden voor ons een online lezing gedaan. En daar zagen we ze in. Ik heb meteen, eigenlijk tijdens de lezing, natuurlijk in mijn berichtje. Ik zeg, hoe dan ook, die mesjes wil ik graag verkopen. Toen zei hij, nou eigenlijk zijn ze niet bestemd voor verkoop door Gogo-winkels. Maar ik maak voor jou en een paar andere winkels... Die ik zelf selecteer, in verschillende landen wel, dus Amerika, Denemarken bijvoorbeeld, maak een uitzondering. Wij hebben ze dus ook exclusief voor Nederland en België. Zeer gaaf. De David Regal Color Changing Knives, originele set, echt heel gaaf, €145. Inclusief video instructies met alles wat je moet weten over de routine. En dat is eigenlijk een mooie routine. Dus echt een aanrader. Kijk die maar even. Want we hebben veel mesjes verkocht. Ook in de livestreams die ik dan elke dinsdagavond doe. Waar ik die gebruikte spullen verkoop. Hebben we heel veel sets mesjes verkocht. Maar er zijn vaak wat hele dunne mesjes. Mesjes die helemaal niet leken op mesjes. Want een mesje is normaal. Er zit een mes in wat je kunt gebruiken. Vaak waren er gewoon mesjes. Maar die kon je niet eens openen. Want het waren geen echte mesjes, zeg maar. En dat is raar. Dit zijn gewoon mesjes die je in de winkel zou kunnen kopen als zakmes. Ja. €145 voor de David Regal Color Changing Knives. Okidoki. Ik heb ook nog wat leuks van mij. Oh, oké. Okay. Ik heb hier de Pocket Trick Index van Mr. Tiga. Onze grote vriend uit België. Ja, een klant van ons. Ook een goed ding, handig ding. Ja, ik zal hem er even uithalen. Wat is het? Het is een index. Dus als jij... stel voor je hebt een hoop packet tricks en je wil ze allemaal mee kunnen nemen, dan is het handig om hem in de jas te hangen. Nee, doe het wel even kaarten die ik... Nu pak ik even losse kaarten, maar je kan dan mapjes of kaart... Trucs in mapjes kan ook nog, hè, als je de mapjes bewaart. Of als je de vinyl mapjes van ons op de website... Ja, 14.04, nee, zoiets, kaartenmapje vinyl, €1,50. Dan kun je ze inderdaad, als je er een naam op hebt, kun je ze allemaal... Ja, sorry, vertel. Je hebt 12 vakjes. En dus je kunt het gewoon netjes mooi in je jas ophangen. En dan kun je overal mooi erbij. Ja. Dan maak je jasje open. Pak een trekje. Terug erin. Ja. Volgende, eventueel. Ja. Dus je kunt alles mooi georganiseerd meenemen. Maar je ziet wat ik hier doen ben. Je zou ook, voor wat voor truc dat je ook nodig wil hebben. Als je multiple outs nodig hebt, of een kaart of iets nodig hebt. Ja. Je hebt 12 vakjes. Ja, en zijn er geen 13 voor alle kaarten. Nee, maar ik bedoel, je kan nu al 24... outs plaatsen voor iets. Dat kan ook nog. Ja, je zou er weer links en één rechts in je jas kunnen hangen. Kan ook nog, dan heb je al eigenlijk wel een compleet kaartspel. Ja. Er zitten drukknopjes bij. Dus als je je jas openmaakt kun je in principe met de drukknopjes erbij zitten heel makkelijk bevestigen. Ja. En loslaten als het moet. Ja. Ja, Pocket Trick Index. Nuttig ding. Handgemaakt.
Er is lang gezocht naar de juiste stof. Niet te soepel, niet te stug. Want het moet wel in je jas meebewegen. Maar het moet niet zo zijn dat alles eruit valt, zeg maar. Ja, het is geen truc, mensen. Maar wel een super handig ding. En je krijgt het compleet met inderdaad met knoopjes en de instructies om hoe je het in je jas kunt maken. Pocket Trick Index van Mr. Tiga. Daar 35 euro. Oké. Ik neem nog een keer even het kaartspel. Allemaal verschillende kaarten. Weet je wat? Jij mag het spel ergens kopiëren waar je zelf wil. Pak een kaart. Dat is even willekeurige kaarten, ze gaat het om. Ja, maar ik zie je laten zien. Oké. Okay. Onthoud de kaart. Heb je overal laten zien? Ja, weet je wat. Ja, oké, laat hem liggen. Leg dit er gewoon op dat ik er niet bij kan en niks kunnen zien ook. Ik heb namelijk een stapeltje. Ik ga het hier doen, dat is eerlijker. Een stapel met kleine kaartjes. Maar op elk van die kleine kaartjes staan 5 kaarten. En die vormen samen, behalve de jokers, het complete kaartspel. De jokers zijn we echt hier erop gezet. Die vormen samen een compleet kaartspel, zie je? Als het goed is, want het is compleet, zit jouw kaart hier ook ergens tussen. Zie jij waar je kaart op staat? Niet aanwijzen. Weet jij waar je kaart op staat? Ja. Oké. Okay. Ga er even met je hand overheen en doe alsof je kunt voelen waar de kaart is. En dan stop je ze ongeveer waar de kaart ligt. Zodat ik niet weet welke kaart het is, maar wel ongeveer waar die ligt. Oké, okay, dus dit allemaal ligt in ieder geval niet. Zo, hè? Dat kan ik rustig weghalen. Ja. Oké. Okay. Dus heb je dit nog over zoiets. Oké. Okay. Nog een keer. Met je hand erover. Ik wil niet weten welke kaart je exact hebt, maar welke kaart. Stop gewoon boven waar je kaart maar ligt. Oké, deze ook niet. Zegt u goed? Ja. Dus jouw kaart staat hierop. Ik heb namelijk geen idee welke kaart dat je hebt. Jouw kaart staat hierop. Ja. Maar als je hand hierop legt en ik doe dit. Zie je, dan verandert die kaart in een kaart waarop staat een harte 10. Nou ben ik wel heel benieuwd, want ik heb het niet gezien zo. Je mag zo kijken. En je had de harte 10. Dit is de world. Nou, zegt het goed? Dit is de tennis deck. World tennis deck is een ander druk. De tennis deck. Ik pak even de instructie bij. Ik berg even de kleine kaartjes op. Anders wordt hier een chaos. Van Michael Chatelain. De tennis deck van Michael Chatelain. Ik wil zeggen, de allernieuwste, maar dat is niet waar. Want de nieuwste die komt. Wachten we nu op. Hopen dat het vandaag aan komt. Het is weer een nieuwe Matrix. Die helemaal bizar is trouwens. 32,95. Makkelijk te doen. En wat ik leuk vind. Kijk, nu had ik heel veel kaartjes. Je kan ook zeggen. Ik werk maar met 5 van die kleine kaartjes. Nu heb je een heel kaartspel. Je kan ook minder kaarten gebruiken. Gebruik je voor 5 kaartjes. Dan heb je niet de hele tafel vol. En mensen kunnen vrijwillig kiezen. Ze kunnen, je kan het in principe halen met een compleet ander resultaat. Dus je weet van tevoren niet wat mensen gaan kiezen. De truc is. Ja, eigenlijk ben je zelfwerkend. Vind ik. En die kaartjes. Die passen in de trickindex. Ja, ook nog. Ik zou niet weten wat je daarmee kan. Maar het is wel zo. Op te bergen. Op te bergen, ja. Ik denk dat je drukker mee hebt bedacht. Je krijgt het compleet met 2 routines. Online video instructies en de kleine kaartjes. Het enige wat je moet toevoegen is een normaal bicycle kaartspel. Dat heb je nog nodig. Voor de prijs van 32,95. Ja, en dan heb ik hier nog iets staan. Ik ga meteen hak op de tak. Dit was eigenlijk iets wat ik vandaag... Ja, zeg je dat? Zo'n dingetje over je hoofd. Ja, dat, ik heb geen vleugeltjes, maar... Prestige. Dit is eigenlijk weer iets waar wij blij mee zijn dat we dit in ons assortiment hebben. Ja. Wat is het? Je laat iemand het podium opkomen. En je hebt allemaal borden met nummers. Je zegt er iemand, kies een nummer van 1 tot en met 5. Wij kiezen bijvoorbeeld 4. Je haalt een kaart eruit en dan staat daar bijvoorbeeld op. Wat staat erop, René? Het kan van alles zijn. Het kan bijvoorbeeld, staat erop, pechvogel, noem het raar. Ja, pechvogel. En dan staat op de andere bijvoorbeeld allemaal geluk. Ja. Of wat je wil. Dus je hebt zeg maar, dit is wat de mensen zien. Kijk, pas niet in zijn beeld wel, dit is wat de mensen zien. En die zijn dan inderdaad genummerd. Er zitten nummers bij, die kun je opmaken als je wil. Zie je? Ja. Die zit op, bijvoorbeeld nummer 2 bijvoorbeeld hier. Zie je? 1, 2, 3, 4, 5 kun je opmaken. Als je dat wil, maar is wel handig. Dan mag toeschouwer inderdaad een nummer kiezen. En die krijgt de kaart van zijn keuze. En dan zeg je, oké, jij bent pechvogel. 2 toeschouwer mag ook kiezen. Ook kaart met pechvogel. 3, ook pechvogel. 4, ook pechvogel. En de laatste kaart staat op winnaar van 1000 euro bijvoorbeeld. Ja. Maar je kunt er eigenlijk alles opschrijven wat je zelf zou willen. Nou, de basis, het komt af van de routine Dice of Man van Tom Stone. Alleen daar moet je dobbelen. Heb je een
Dobbelsteen. Dobbelsteen, waar iets mee is. Niet dat het verkeerd is, daar bedoel ik niks mee. Hier, dit is fully gimmicked. We hebben hier, als ik het zo mag zeggen, 5 acro-indexen. Dan zeg je, wat? Ja, het is eigenlijk 5 acro-indexen, zo kun je het eigenlijk zien. 5 complete gimmicks die je hebt, die je dus gewoon op commando kunnen veranderen. Ja, hoe vind je dat? Je kan de kaarten ook los gebruiken. Dus stel voor dat je zegt, ik neem zo'n kaart en ik zet die bij een, op een standaard neer of bij een truc neer waar je een multiple out voor hebt. Dan kun je een multiple out gebruiken op 1 kaart. Je snapt wat ik bedoel. Dit is bizar gaaf gemaakt. De nummers die erop staan, 1, 2, 3, 5, je ziet, je kan ze magnetisch opplakken. Maar er zit ook een mogelijkheid bij dat je op het laatst van de routine, dus eerst kiezen mensen een getal of meerdere getallen. Je haalt die kaarten, daar kan je om. En je kan dan de getallen ook nog laten verdwijnen als je het wil. En plotseling al die getallen op de achterkant, zeg foetsie. Ja. Het zijn allerlei mogelijkheden. Nou, je krijgt dus inderdaad die 5 kaarten. Je krijgt de een mooie opbergmarkt. Mooi opbergzakje, alles compleet. Een mooi kaartje met... Ja. Hè? Ja, ja, ja. Ja, met lof. Ja, inderdaad. Heel tof ook. Ja, dat, is, dat ziet er ook gaaf uit. Ik vind het zo'n kleine details allemaal. Maar ook de instructies, weet je wel. Allemaal gaaf. Echt oog voor detail. Exclusief voor Nederland en België. Bij Dynamic Magic Shop wederom. Voor de prijs van €135. En ze, gaan, ze gaan... Ze gaan hard. Op sommige plaatsen waren ze in een dag wereldwijd... in een dag wereldwijd. Waren ze in een dag uitverkocht. En dat had toch wel flinke aantallen. Dus het is echt een ding wat... Ja. Echt een aanrader. Voor toneel. Je kan hem, je moet hem zelf beschrijven. En je kan hem 1 keer beschrijven. Dus geen wisbare... geen dry erase bord. Dat is wel belangrijk. Dus denk even na. Wat ga ik ermee doen? Ja. Kijk je voor alle instructies eerst. Ja. Voordat je gaat... En dan maak je trucken van. Als je er achteraf denkt... Potverdikkie. Had ik er maar een andere routine van gemaakt, dan kun je ze altijd bellen, want we hebben meer sets op voorraad. Dan koop je 2e set en dan maak je daar je... Ja, dat kan. Beetje jammer. Kun je straks zeggen, kies maar een nummer van 5 tot en met 15. Dan heb je 3 setjes nodig, maar... Dat is Prestige, was dat. Van Hyde Project. Dan, ik ga gewoon een keer hetzelfde kaartspel nemen. Oh, je hebt er nog eentje. Ik heb hier Dimension L, of L Dimension. Ja, en dit is ook een tof ding. Toen ik het zag, dacht ik... Ik zou je eerlijk zeggen... Toen dacht ik, leuk. Weet je? Ging misschien naar. Toen ging ik de instructievideo kijken en dacht ik van, dit is gewoon geniaal. Ook de dingen die hij allemaal doet en dacht ik van, ja, heeft hij goed over nagedacht. De eerste partij die we hadden, waren ook super snel weg. Allemaal weg. En we hebben ook een hele strakke prijs trouwens. Er staat hier 195, maar het is 185. Want wat is het? Je toont je handen leeg eigenlijk. Ja. En plotseling en dan, komt er een superwitte lichtbol. Die laat je zweven tussen je handen. En als je zou willen kun je er ook nog een doek uittrekken. Of... Ja, maar je kan de bal kan ook boven je handen en onder je handen en tussen je handen. Inderdaad, er gebeurt van alles. Je kan inderdaad wat Leon zegt, voorwerpen. Een bal of een doek uit de lichtbol laten verschijnen. Dat is echt super visueel. Moeilijk? Nee. Oefenen, dat wel. Ja, maar het is niet... Het is niet moeilijk, maar je geeft ons een kwadraat of zo dat je daarmee moet oefenen. Even een idee, dit is geen vliegende tafel, maar een vliegende tafel moet je ook oefenen, zodat het... Ja, dat er goed uitziet. Ja. Maar dit kun je wel makkelijk oefenen voor een camera. En als je dat klaar krijgt, dan kun je zien wat je doet. Ja. En het is moeilijk, is niet moeilijk. Maar ja, als je dat doet, is het fantastisch. Ik heb reviews gelezen van mensen die op Magic Café, kijk maar Magic Café hiervoor. Die mensen, ik heb een kwartier mee gespeeld. En ik heb het gedaan, opgenomen op camera. En het zag er bizar uit al na een kwartier. Dus en dat is natuurlijk wel heel tof, dat het al zo'n korte termijn dat je al zo'n effect hebt. Ja, het is echt gigantisch veel. Maar dat helpt je ook om, waardoor, kijk, heel veel mensen zeggen, ja, alles moet zwart zijn, de achtergrond en je kleding. Dat valt wel mee, want juist dat het fel, licht heel fel is, hoef je eigenlijk weinig te verbergen. Want dat licht zorgt ervoor dat mensen niet kunnen zien wat ze niet mogen zien. Juist. Heel tof. Ja. En dan kun je in principe op... Ja, ik zou close-up niet doen, denk ik. Nee, maar dit is bepaalder. 2-3 meter kun je doen. Ja. Een toneel. Ja. Echt. Tof. Aanraden. Ja. Dimension L. Hey, voor de mensen die van gokkelstokken houden, we hebben nu gekleurde gokkelstokken. Blauw. Geel. Groen. En rood.
En dan denk je, oh leuk, dat is leuk. Ja, maar die kun je helaas niet kopen, tenminste. Dan zouden ze echt moeten gaan maken. Ze horen ergens bij. Je krijgt namelijk ook 4 buizen, kokers, net hoe je het noemt. Die kunnen open. Nou, wat is het idee hiervan? We hoeven het druk niet te doen nu verder, maar het zijn allemaal kokers, zeg maar. Die zijn ondoorzichtig. Krijg je die doppen eraf, ja? Ja, ja, die krijg je eraf. Maar ik ben sterk. Kinderbeveiliging. Verschil. Ja, Leonbeveiliging. Nou, wat is het idee? Op het podium zeg jij tegen de toeschouwers: mensen, ik heb 4 stokken met doppen en 4 stokken. Jullie mogen elk, 4 toeschouwers, een stok pakken en een buis pakken. En mag zelf kiezen welke. Stop dat erin, doppen erop, zodat ik niet weet wat het is. Desnoods ruilen jullie onder elkaar ook weer alles, dat jullie zelf niet meer weten waar alles is. Dan pak jij, dat heb ik even terug opgeborgen. Allemaal nieuw, hè, mensen. Dat kun je zien. 4 zijde doeken in dezelfde kleur als de stokken hebben erbij. Dan loop je naar de toeschouwer. Of je vraagt de toeschouwer: geef me jouw buis. Die toeschouwer geeft je jouw buis. En je pakt een doek. Knoop een doek eromheen. En geeft het aan de toeschouwer. De tweede toeschouwer komt met de buis. Je pakt de tweede doek. Knoopt eromheen. En de tweede toeschouwer. En dan komt de derde toeschouwer. Ja, de derde toeschouwer. Of ja, knoop de doek eromheen. Ja. Of de grotere knoop. En de vierde, die knoop erin neer. Want daar heb je niks aan. Nee, die doe je ook hetzelfde. De overgebleven doek gaat eromheen. Ja. En uiteindelijk zegt de toeschouwer: oké, jullie mogen zelf de buizen weer openen en kijken welke kleuren stokken dat erin zitten. En dan match je uiteraard de kleuren met de stokken met de kleuren van de doeken die eromheen zitten. Die doeken hoeft niet, je kan ook zeggen... Er zit niks in. Want er zit er niks in namelijk. Maar dan zeg je normaal, zeg je dan bijvoorbeeld geel. Dus je kan ook een soort van... serieus metaal, weet je wel, kan natuurlijk ook. Maar in principe, je kan ermee doen wat je wil. Maar je krijgt hem heel compleet met de doeken, met de buizen, met de stokken, met een gimmick. Een gimmick. In principe zou je dus ook stokken doen. Heel, groen, blauw, maar dat is niet zo sterk. Hè? Ja, precies. Dat zou ook zou gewoon kunnen. Dat is saai. Dat is juist waar het niet om draait. Mental Wands is dit. Super makkelijk te doen. Kan voor kindershows, kan voor mentaal. Het kan grappig zijn, maar je kan het serieus brengen. Compleet met alles wat je nodig hebt voor €95. In een stevige verpakking. Stevige doos. Dan heb je alles zit daar mooi in verpakt. De Mental Wands. En dan ben ik door mijn spullen heen. En jij ook zo te zien. Ja. En dat betekent... Ja, we hebben nog een mooie clown. Ja, maar die staat... Ja, als je het rest hebt, we hebben een hele mooie clown inderdaad. Die staat buiten beeld. Check even de Facebookpagina van Dynamic Magic Shop. Daar hebben we namelijk een clown staan. Die is een tweedehands exemplaar. Helemaal... nagekeken, niet dat die stuk was, maar nagekeken wil zeggen, dus elektronica in, nieuwe accu's, alles even getest, gesmeerd, dat alles weer nieuw is, zeg maar. Dus staat alleen zo'n fantastisch onderbroek. Ding, nieuw prijs 3000 tot 3500 euro. Je mag er een bod op doen, zeg maar. Er zijn al biedingen op gedaan. Echt een heel gaaf ding. Check even de video op Diamond Magic Shop of de livestream pagina van Facebook. Daar staat een simpele video die we even gemaakt hebben van de clown met de telefoon, om te laten zien wat hij kan. Heel gaaf ding. Weg is weg, we hebben er maar 1. Je kan zijn boek laten zakken, zijn hoed vliegt zijn hoed eraf. Valt af. Zijn hoed valt af, inderdaad. Hij lag in één keer niet meer. Ja, of hij ja toch? Hij lag ja, van vrolijk naar sip. Water spuit eruit zijn ogen. Hij heeft een dienblad vast. Daar zit een kaart op die de toeschouwer heeft gekozen, maar dat is een foute kaart. En dan... Daar valt weer een pip van af. Dus eigenlijk is het de Jumbo Sidekick, zeg maar dan voor kinderen in een clownsversie. Heel tof gemaakt. Ja, we kijken er nu toe. Je ziet hem niet staan nu, dat schiet niet echt op. Maar stel op standaard, we kunnen niet even zo pakken. Dat is echt zo'n groot ding ook. Het is wel voordelig, want je kunt een echt assistent thuis laten. Deze kost namelijk niks. Ja. Alleen maar water af en toe eigenlijk. Ja. En een beetje stroom. Ja, een beetje stroom. Opladen. Ja, die hebben hier ook staan. En voor de rest, ja, wat vakantie betreft. Ik weet even niet of in juli hoe dat uitkomt qua update. Het zou zomaar kunnen dat er in juli even geen update is, of in augustus. Maar ik denk dat het juli is. Omdat we dan natuurlijk midden in de vakantie zitten. Maar dat plaats ik dan ook wel op de Facebookpagina. We zijn in ieder geval gewoon doorlopend geopend. Dus de hele... Je zal niet merken dat wij vakantie hebben. Behalve dat of ik alleen ben of Leon er alleen is. Dan gaat ombeurten met vakantie. Dus we zijn gewoon open. Geen paniek dat je denkt... Oh, ik moet voor hun vakantie nog flespapier bestellen. Want anders krijg ik 3 weken geen flespapier. Nee, dat is niet nodig. We zijn gewoon normaal geopend. Je bent welkom in de winkel. We hebben wel lekker te drinken. Koffie, thee, fris, water, noem maar op. Ook allemaal voor je. Dus... Tas koffie, zeg maar. U bent van harte welkom. En als je vragen hebt, weet je, je kan ze stellen via telefoon, e-mail, Facebook. Al die kanalen zijn wij bereikbaar. Ik zeg namens ons tweeën bedankt.
En tot de volgende keer.